Hallo creatieve familie, ik ben Chantal van Kraftmama en vandaag gaan we Pikachu tekenen. Ik weet dat heel veel van jullie het aangevraagd hebben, dus waarom nou de Pikachu? Nou, we gaan beginnen met zijn hoofdje. Je kunt zelf even de afbeelding uitprinten als je het fijner vindt om na te kijken hoe je hem wil hebben. Maar we beginnen gewoon met zijn hoofdje en heeft hij kleine wangetjes eigenlijk. En een puntkinnetje waar de schaduw onder valt. Nou, zijn oren zijn bladvormig en die hebben bovenaan zwarte punten. En dat teken je ze door. Dan heeft hij een vrolijk mondje. Met erop een krulletje. Natuurlijk ook een neusje. Twee rondjes voor oogjes. En natuurlijk zijn rode wangetjes. Dan gaan we nou zijn handjes maken. Hij heeft vijf vingertjes en bolle armpjes die naar elkaar toe lopen. En dan zijn lichaam bestaat uit twee ronde streepjes. En dan zijn voetjes en zijn staart natuurlijk. Zijn staart is eigenlijk een bliksemschicht met strepen eroverheen. Eigenlijk zijn de strepen bruin, maar ik heb ze zwart getekend. Dat vond ik wel net zo makkelijk. En dan natuurlijk ook zijn voetjes. Nou, als je hem dan helemaal geschetst hebt, dan kun je hem gaan inkleuren. Nou, en vind je nou dat ik iets te snel ga voor je? Je kunt, als je op je computer kijkt, kun je ook de video langzaam zetten door beneden op het tandwieltje te drukken. Teken je dan zelf ook een tekening, kun je me die altijd insturen via de mail die onder in de beschrijving staat. Je kunt me op Instagram berichtjes sturen, op Twitter, op Facebook, net waar je wilt. En dan kun je in de video terechtkomen. En dan geef ik je ook een shout-out als je dat wilt. Als je graag een shout-out wilt, schrijf dan je naam op de tekening. Want dan weet ik van wie die is. En zoals je ziet, er vliegt een vliegje voor het beeld langs. Maar we hebben hier achter paarden zitten en daar zitten altijd heel veel vliegen mee. Dus we hebben altijd veel vliegen in de zomer, helaas. Nou, vandaag had ik toevallig een textielmarker te pakken. Waarom weet ik eigenlijk ook niet, maar het is gewoon een stift. En daar kleur ik nu mee het zwarte in. En ook de schaduw onder zijn voet en op zijn lichaam. Ik vind deze Pikachu super leuk gelukt en ik hoop dat jullie hem ook zeker gaan namaken. Nou, ik ben momenteel aan het denken om alle tekeningen op een apart kanaal te doen. Omdat ik op dit kanaal blijf, ik weet eigenlijk niet wat ik wil. Dus ik doe vandaag een poll uitschrijven. Jullie boven in de hoek kunnen aankiezen of jullie de tekeningen apart willen. Of op een kanaal of op dit kanaal graag blijven laten. Nou, dankjewel voor het kijken naar deze video. Dit is de tekening van Valerie. Superleuk gelukt. Valerie, ik weet dat je al heel lang een creatief familielid bent. En ik vind het zo leuk dat je nog steeds kijkt naar onze video's. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Die vandaag jarig is. Gefeliciteerd, vergeet niet om te stemmen en onthoud jongens, be unique!